Sneeuw, en dat op woensdagmiddag. Wat wil een kind nog meer? Dat betekent sleeën, sneeuwballen gooien en sneeuwengelen maken. Ik vind dat leuk om een sneeuwengel te maken, omdat dan ben je een beetje aan het zwemmen in de sneeuw. En achteraf zie je een heel schattige engel. Ook in Markedal, in de Vlaamse Ardennen, waren de heuvels steil genoeg voor een gevaarlijke afdaling. In Vlaams-Brabant veel feerieke plaatjes. In het Limburgse Hasselt werd de Japanse tuin vandaag speciaal opengesteld. We hebben zo lang gewacht op de eerste sneeuw. Gisterenavond had sneeuw, Op zoek in Kortrijk, geen sneeuw. En van de morgen sneeuw verwacht in Kortrijk. Komt van school vanmiddag en wat is er? Sneeuw! Het zijn duidelijk niet alleen kinderen die genieten van eindelijk nog eens sneeuw. Jammer dat het niet tussen kerst en nieuwjaar is. De meeste mensen zijn thuis. Hè. Ja, het is een keer plezant, maar hier is het gevaarlijk. Het is niet gevaarlijk voor uw hondje. Ik zie dat hij staat te bibberen. Ja, maar het is mijn vriend. Winkelstraten waren zo goed als leeg. Het is wel rustig. Het is ook leuk. Met alles die zo mooi wit is, dat is wel leuk om te zien. Maar het is wel opletten dat je je voeten niet breekt. Had u dringend iets nodig? Nee, ik moest gewoon een pakketje afhalen. Maar ik dacht, ik maak er een leuke wandeling van. De meeste verstilling vonden wij vanmiddag in het Kortrijkse Begijnhof. Daar was het mooier dan ooit. Misschien voor de mensen die de weg op moeten, is het natuurlijk minder leuk. Hè? Maar ik vind ergens dat je toch een paar dagen sneeuw op een jaar moet hebben om echt weer die sfeer van vroeger eens te kunnen opsnuiven.